Ja, wat voor effect kan dit allemaal hebben op de markten, denk jij, Koen? Nou, je ziet eigenlijk de afgelopen periode al dat CEO's van bedrijven hun plannen terugschroeven. Gewoon in afwachting van datgene wat Dirk net ook al zei. Wanneer komt Trump door? En langzamerhand is het een beetje een one-trick pony aan het worden. Want Trump had gezegd, jongens, we gaan heel veel dingen doorvoeren. Nu het belastingplan is daar het belangrijkste in. De verlaging van die belastingen laat nog steeds op zich wachten. En er zijn gewoon heel veel ondernemers die zeggen van ja, zolang we niet weten waar we aan toe zijn, gaan we ook geen investeringsbeslissingen doen. En dat leidt ertoe dat je dus bedrijven hebt die uitstellen dat ze mensen aannemen. We zien de dollar verzwakken. Het klikt allemaal in elkaar. En vergeet niet, het is eigenlijk een soort van party like it's still 1999. Het zijn vooral de technologieaandelen die deze recordstanden veroorzaken. Facebook, Amazon, Google. Dat zijn de drijvers achter de rally. Niet de bedrijven die op de agenda van Trump stonden. Nee, nou heeft de Fed, als je het over uitstel hebt, eerder ook al gezegd, we willen echt pas die renteverhoging doen als er stevige economische groei is. Ja, nou ja, het cirkeltje wordt rondgemaakt in Washington. Zolang daar die donkere holken blijven hangen. Zolang daar alles gaat om de tweets van Donald. En nu dan om die FBI-hearing. Maar als dat weg is, dan krijgen we weer Russiagate of iets anders. Zolang Trump er zit, zal het heel erg moeilijk worden. Of dat nou debt ceiling is, of het nou belastingplannen zijn. Die agenda die loopt vast. En voor je het weet krijg je datgene wat we 8 jaar lang hebben gehad. Dat is namelijk een padstelling in het Amerikaanse parlement. En nothing gets done. En dan ben je terug bij af.